Nee, wat natuurlijk heel mooi is aan het project is dat het door een team van experts is ontwikkeld, maar ook door gewoon burgers, een heleboel Nederlanders, mensen in Nederland die graag mee wilden helpen. Sinds het begin van de ontwikkeling van de app zijn we betrokken en doen we eigenlijk wekelijks onderzoeken. We moeten een app maken voor 17 miljoen mensen. Dat betekent jongeren en ouderen, mensen die goed Nederlands spreken, mensen die moeite hebben met lezen. Iedereen moet die app kunnen gebruiken. Tot aan nu hebben we ongeveer meer dan 170 mensen voor ongeveer een uur gesproken over de app, waar we samen met de respondenten door de app heen lopen. Ik denk dat een grote uitdaging is natuurlijk dat al deze techniek helemaal nieuw is. Ja, waar wij vooral op letten is de dingen die belangrijk zijn in de interface, dat die ook worden uitgesproken door de voice technieken die op Android en iOS aanwezig zijn. Bijvoorbeeld als je een icoon hebt wat zegt je bent in de buurt geweest van iemand met corona en dat is een grote rode alarmbel, dan wil je ook dat die worden uitgesproken door het systeem. Want anders zou een blinde of slechtziende dat helemaal niet zien. Groen rondje met vinkje dat aangeeft dat de app goed staat ingesteld. In de uitleg aan het begin van de app hebben we daar best wel een aantal schermen aan gewijd om uit te leggen dat die app niet weet waar je bent, niet weet wie je bent en hoe die helpt tegen corona. Maar ook bijvoorbeeld op het moment dat iemand ziek is geworden, positief is getest, dat hij dat kan aangeven in de app samen met de GGD-medewerker om dat proces heel makkelijk te maken. Ook bijvoorbeeld bij motorisch beperkten was het interessant om te zien hoe mensen eigenlijk toch vrij eenvoudig door de app heen konden lopen. Dus bijvoorbeeld knoppen niet naast elkaar zetten, maar onder elkaar. De afstand tussen knoppen groot genoeg maken, zodat zij ook de app kunnen gebruiken. Wat specifiek voor deze app ingewikkeld is, is dat het is een app die je eigenlijk één keer opent als het goed is en daarna nooit meer. En die moet wel op de achtergrond blijven werken. Ik ben zeker tevreden met het eindresultaat. Het is wel grappig om het eindresultaat te noemen, want het is eigenlijk iets wat continu in ontwikkeling is. Ik denk dat wij er alles aan hebben gedaan om die app voor iedereen toegankelijk te maken, maar ook begrijpelijk te maken. Ik denk dat je kunt zeggen, hoe simpeler de app, hoe meer moeite er is gestoken in de ontwikkeling daarvan.